De provincie Gelderland stelt extra geld beschikbaar voor een archeologisch onderzoek naar de historische schepen die zijn gevonden bij het herinrichtingsproject over de Maas. In totaal gaat het om 1,6 miljoen euro. Dat geld is ook nodig om te zorgen dat de schepen goed bewaard blijven en om onderzoek te doen naar de andere archeologische vondsten op deze locatie. In de uiterwaarden tussen Dreumel en Alphen zijn de afgelopen jaren 20 schepen gevonden en ongeveer 150.000 andere archeologische vondsten gedaan. 280. Een rijke archeologische vindplaats dus. Ik heb het voorrecht om hier een fantastisch schip op te graven uit 1350, 1450. De schepen die zijn opgegraven komen uit de overgangsperiode tussen de Romeinse tijd en de middeleeuwen. En ze zijn eigendom van de provincie. Ze moeten in zijn geheel geconserveerd worden en dat kost geld. Geld dat de provincie nu heeft uitgetrokken. Ik kan niet wachten, ik heb er ontzettend veel zin in. En dat zeg ik als oud scheepsbouwer zijnde, dus prima zo. De kano is echt wel supergoed geconserveerd eigenlijk. Ik doe een beetje stiekem voelen. Het is keihard, maar we nemen het risico niet. Dus de kano moet in een warmtebad eigenlijk met een bepaalde vloeistof impregneren. Dus die vloeistof gaat zeg maar het water verdringen, die gaat in die cellen en dan blijft de kano in precies dezelfde staat zoals hij nu onder water ligt. Bij Over de Maas zijn nog veel meer vondsten gedaan. Er is door de provincie een kwartiermaker aangesteld. Die kijkt met alle partijen die bij de vondsten betrokken zijn wat er moet gebeuren met de rest van het gevonden materiaal. Ze zoeken een goede manier om de vondsten te conserveren, erover te publiceren en ze te presenteren.